Ja, het is 8 uur vandaag en we zitten op 16 maart. Tegenover mij zit Tineke Rodenburg en zij is mijn gast vanavond. Tineke, van harte welkom. Dankjewel, Annette. En wat superleuk dat jij helemaal naar Den Haag gekomen bent. Ik stel voor jou, de luisteraar, Tineke even voor. Tineke is de grondlegster van verlieskunde binnen de Hogeschool Utrecht. Zij was docent aan de HU. Zij is systeem- en relatietherapeut. Zij is supervisor. Zij is rouwtherapeut. Zij is trainer en spreker. Zij is co-auteur van het boek Vechten voor je scheiding. Zij is co-auteur van het boek Rouwconflict. Zij is de partner van Piet. Zij is de mama van haar kinderen. De namen weet ik dan even niet. En zij is de oma ook nog van kleinkinderen. Ze is hartsvriendin van een aantal vrouwen. En ze is, bijna heb je een tweede huwelijk met Leoniek van der Marel. Nou, dat kan je zeggen. wat ben ik vergeten, Tineke? Vul nou, aan. Misschien is het wel belangrijk om te vermelden dat ik samen met Leoniek van der Marel de schipaanpak heb ontwikkeld. En daar heel veel trainingen en ingeef. En we hebben daar natuurlijk in 2016 een mooi boek over geschreven. Vechten voor je scheiding, schipbreuk geslaagd. En dat is alweer 6-7 jaar geleden. En van daaruit zijn we echt helemaal losgegaan. Omdat we een nieuwe methodiek hebben ontwikkeld. Of een nieuwe visie eigenlijk. Als het gaat over het begeleiden van mensen die in een echt of verscheiding terecht zijn gekomen. Vanuit het perspectief van rouw. Hè, dus dat is een hele andere. Hè, dus bij de meeste aanpakken worden mensen heel erg gemotiveerd om vooral de toekomst in te kijken. Omdat de partnerrelatie is voorbij. En huppakee, vooruit met de geit. En wij zeggen nee, kijk eerst eens terug. Eerst eens afhechten dat wat is geweest. Hè. Dus vanuit het perspectief van rouw kijken naar het afhechten van je relatie. En met als uiteindelijke doel om samen partners in ouderschap te worden. Nou, daar wil ik best nog wat meer over vertellen, maar eventjes voor het misschien moment. Misschien komt dat later, ja. Dus dat is wel een belangrijke toevoeging, denk ik, als je mij introduceert. Ja. De rest klopt het allemaal als een bus. Ja. Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor de toevoeging. Tineke, Vlam Magazine is een platform. Het is een waanzinnig mooi magazine, ook wat eens per kwartaal uitkomt. Het gaat over liefde, intimiteit, seksualiteit en relatie. Volgens mij zijn dat allemaal onderwerpen die op jouw lijf geschreven zijn. Maar wat heb jij met de liefde? Wat betekent liefde in jouw leven? Wat betekent liefde voor jou? Dat heb ik niet met liefde. Hè? Liefde is natuurlijk het meest alomvattende fenomeen eigenlijk. Hè? Zonder liefde zou ons leven zinloos en doelloos en betekenisloos zijn. Hè? Liefde is de kurk waarop wij drijven. Maar je hebt natuurlijk verschillende soorten liefde. Hè? Liefde is eigenlijk is liefde niet rationeel. Hè? Liefde heeft verschillende vormen. De onvoorwaardelijke liefde voor je kinderen. Daar zit niks tussen. Ja, precies. We weten denk ik allebei nog wel het moment dat je je kind voor het eerst in je armen hebt. Waanzinnig, ja. En tegelijkertijd is het ook een lastige vorm, vind ik. Zeker niet als ze klein zijn. Hè, want dan, kleine kinderen, kleine zorgen. Maar op het moment dat ze volwassen zijn en een eigen leven geleiden. En jij denkt nog steeds het soms wel beter te weten. Of beter weten wat goed is voor je kinderen. En zij zich willen losmaken. Dat vond ik een heel lastig proces. Hè. Het liefst zou je tegen je kinderen zeggen. Doe nou niet dit, want dat heeft mij ook niks opgeleverd. Ga meteen naar rechts. En laat ellende liggen en pak het op. Maar zo werkt het natuurlijk niet. En daar, als je het over levenslessen hebt. Nou, dat was wel voor mij een levensles. Om mij wat meer naar de achtergrond te zetten. En kinderen de ruimte te geven om volwassen te worden. Is goed gelukt hoor, maar dat ging niet vanzelf. En liefde in het aspect van de partnerrelatie. Heb je die liefde gevonden, Tineke? Ik heb de liefde gevonden. Hè? Maar dat is interessant. Hè? Die partnerrelatie, dat is eigenlijk een liefde die in beweging is. En die iedere keer weer
omdat hij in een andere levensfase terugkomt, weer een nieuwe vorm krijgt en weer een, hè, of herijkt wordt, weer opnieuw wordt bekeken. Je moet je iedere keer weer toch weer verhouden tot. Ja. Hè? Dus mag ik vragen, want wij kennen elkaar wat langer dan vandaag. Hè? Ja, dus ik weet hoe jong jij bent. Maar voor de luisteraar die jou nog niet kent, hoe jong ben jij? Ik ben onlangs 72 geworden. Hmm. Ja, en ik was. En hoe lang is jouw relatie met Piet? Ik was 20 toen ik trouwde. Dus ik ben moet je jaar nagaan. 52 jaar getrouwd. En Piet is 6 jaar ouder. En we hebben samen 3 kinderen tussen de 47 en 49. Ik heb een tweeling van 47. Maar mijn oudste dochter wordt binnenkort, of dit jaar, 50. En we hebben samen 5 kleinkinderen tussen de 13 en de 19. Dus we hebben ons aardig vermenigvuldigd. Ja, precies. Ja. En net wat je zei ook van, jullie hebben al een aantal fases doorgemaakt. Kan jij grofweg zeggen hoeveel keer ben je eigenlijk weer met dezelfde Piet, laat dat duidelijk zijn voor de luisteraar, maar met dezelfde Piet weer getrouwd omdat je eigenlijk een nieuwe fase inging met een commitment, we gaan door, en ja, maar dat je wel goed kon merken, maar eigenlijk is dit een nieuwe fase, een soort van nieuw huwelijk. Nou, dat is misschien wel een keer of 3 geweest in ons leven, dat we een doorstart hebben gemaakt. Maar nooit een doorstart omdat de liefde over was. Dus de liefde was er altijd. Maar omdat we in een andere levensfase terechtkwamen en een andere ontwikkeling doormaakten. En dat moet je dan weer herijken of synchroniseren. Ja. Kan je die piketpaaltjes nog achteraf slaan? Van welke fase, zodat je in een andere leeftijdsfase zit? Grofweg kan ik me voorstellen dat je een periode had zonder kinderen, een periode met je eigen kinderen thuis, ja, en een grappig periode, ja, van dat daarna. Dat is zo grappig. Ik was 1,5 jaar waren wij samen. Toen hadden wij al een kind. Dus en binnen 23 maanden hadden wij 3 kinderen. Dus ik kan me helemaal niet meer voorstellen hoe het was. Zonder kinderen. Zonder kinderen. En voordat ik het wist, waren die kinderen allemaal al de deur uit. Dan was ik, wat was ik? 48, denk ik. Omstreeks mijn 40ste levensjaar. De leeftijd waar sommige vrouwen denken, nemen we nog een kind of niet? Waren wij al zonder kinderen. En dat was, dus ik heb ook nooit last gehad van een lege nestsyndroom. Want dat heeft ook te maken met het feit dat de kinderen heel goed wisten wat ze wilden worden. Maar, ze zijn nooit meer teruggekomen. Ze waren de deur uit en zijn nooit meer teruggekomen. En het ging goed met die kinderen. Ik had in feite, wij hebben probleemloze kinderen gehad. Terwijl we toch in de jaren 70 zijn opgegroeid. Hè? In de jaren waar toch heel veel relaties sneuvelden. En waarin er van alles gebeurde op het gebied van eerst aanraken met drugs. Of met, dat begint bij ons eigenlijk helemaal vanzelf. En dat klinkt een beetje saai. Maar ja, dat was wel zo. Ik kan niet anders zeggen dan. En Tineke, wanneer werd jij wakker en dacht jij van, ik wil relatietherapeut worden, of ik wil iets met rouw gaan doen, hoe is dat met jou gegaan? Ik ben mijn leven lang al gefascineerd door de tijdelijkheid van het leven. Dat klinkt als 4-jarige kwam ik erachter dat je dood kon gaan. Hoe kwam je erachter? Ging er iemand in je omgeving? Was een kindje in de klas die overleed aan polio. Dat was in die tijd, was nog niet iedereen ingeënt. En dat besef dat je dood kon gaan, dat was mijn grote angst. En dat is eigenlijk nooit overgegaan. En vanuit die angst ontwikkelde ik een soort fascinatie voor de dood, voor de tijdelijkheid. Dat heeft me altijd bezig gehouden. En ik ben, zoals ik je zei, ik ben jong getrouwd. Ik heb jong kinderen gekregen. Ik had mijn middelbare school niet afgemaakt. Ik ben pas later, toen de kinderen klein waren, teruggegaan naar school. Dus ik ben in een razend tempo van de avond-MAVO naar het MBO, de HBO. Ik heb nog een tijd rechten gestudeerd. Ik heb een opleiding gedaan voor relatietherapeut. Ik heb die rouwtherapie zelf ontwikkeld. Ik ben docent geworden. Dus ik ben eigenlijk wat noem je dat? Ik heb mezelf ontwikkeld zonder dat ik
zeg maar, daar zo bewust mee bezig was. Het is me min of meer een beetje overkomen. Ja. Ja. En ik was jong en energiek en ik had heel veel power. En ik was, maar ik was niet echt heel erg ambitieus, dat kan ik niet zeggen. Maar ik ben misschien later veel ambitieuzer geworden. Ik had niet zo'n goede start, ik had niet zo'n goede relatie met mijn ouders. En dat is dan zwak uitgedrukt. He, dus als je het over liefde hebt, want het is natuurlijk een mooi onderwerp, de liefde, waar je mee begon. Dan denk ik, de liefde die je niet kwijt kunt. He. Mijn ouders hebben mij daar behoorlijk in geremd. Dus ik heb met een soort terugwerkende kracht ben ik overal maar ingeplonst. En zonder dat ik in de gaten had dat ik, dat ik de ander wel wat te bieden had. Ik was wel altijd geïnteresseerd in het welzijn van de ander, in relaties. Dus een beetje zo, maar dat is een beetje een breed antwoord. En als je nou denkt aan de relatie die jij met Piet hebt, hè, dus al 52 jaar bij elkaar, 52 jaar getrouwd. In mijn perceptie is dat echt, ik ga dat sowieso nooit meer halen. Überhaupt, of ik dan nog een keer voor de derde keer ga trouwen. Maar hoe kan jij de liefde tussen jou en Piet omschrijven? Ja, dat is een hele basale liefde. Op dieper niveau van weten dat het altijd goed is. Ja? Dat is gezien, gehoord, geliefd, begeerd. Iemand die het allerbeste met mij voor heeft, bij wie ik kan schuilen als ik het niet meer zo goed weet, bij wie ik heel klein kan zijn en heel groot ik kan bij Piet van mijn voetstukken aflazeren, hij vangt me wel weer op en je naakt voelen, je in je diepe schaamte kunt tonen aan de ander en weten dat het altijd weer goed komt. Dat is een heel, ondanks onze grote verschillen. Ik ben getrouwd met een man die extreem vermijdend is. En ik zit precies op die andere kant. Het is niet saai tussen jullie. Onze problemen binnen onze relatie. Dus even terugkijken, denk ik, wat is het? Hè, dit is wat je vraagt, wat heeft jullie verbonden? Nou, dat is wat ik je net opnoem. Hè. En dat is natuurlijk ook niet alleen liefde, het is ook lust. Seksualiteit is altijd heel goed geweest. Belangrijk geweest voor ons en nog steeds. Maar wat lastig is geweest, en misschien is dat wel mijn grote drijfveer om relatietherapeut te worden, om het te verdiepen in rouw. En rouw is natuurlijk je verhouden tot de dingen die er niet meer zijn. Hè, die je graag had gewild, een verlangen naar. Hè, dan is dat denk ik het vermijdende in onze relatie. Dus niet van mijn kant, maar van mijn mans kant. Het is een rasvermijden. En ik zeg, maar dat is natuurlijk helemaal niet aardig als ik dat zeg. Onze grote problemen binnen onze relatie hebben allemaal daarmee te maken. Dat mijn man van huis uit, geïnformeerde achtergrond, karakter, de neiging heeft om de andere kant te kijken als het ingewikkeld is. Alles onder het kleed te schuiven. Uit angst voor. En ik heb natuurlijk mijn aandeel in mijn relatie voor andere dingen. Daar neem ik ook mijn verantwoordelijkheid voor. Maar dat heeft me altijd gefascineerd. Hoe is het nou in hemelsnaam mogelijk dat je, Als je degene met wie je zo dichtbij leeft en je zich dichtbij voelt, dat het zo moeilijk is om de ingewikkelde zaken van het leven met elkaar te bespreken. Hoe krijg je het voor elkaar? Hè? Want de werkelijkheid, hè, daar waar het over moet gaan, die verandert het niet door er niet naar te kijken. Hè? Het is veel meer opluchtend als je het met elkaar kan delen. Is er een onderwerp waarvan jij zegt van, nou, als ik terugkijk, dan hadden we het daar wel eerder over moeten hebben. Dat is wel een onderwerp waarbij we door, zoals ik ben, zoals hij is, misschien een beetje om de hete brei zijn gegaan. Uiteindelijk zijn we erover gaan praten en dat heeft ons heel veel gebracht. Welke onderwerpen waren moeilijk bespreekbaar? Het is misschien ook wel de angst om elkaar te verliezen als je het achtereind van je tong laat zien aan elkaar.
Dat onze grote angst, denk ik, in het leven, in relaties is. Wat gebeurt er als ik laat zien aan jou wat er binnen in mij of intern zich afspeelt? Als ik mij laat zien in mijn kleinheid, in mijn kwetsbaarheid. Wensen, jij, verlangens. In mijn verlangens. Hou jij dan nog wel van mij? Blijf jij nog wel overeind? Ja, of ga je me afwijzen? Of ga je me afwijzen? Of ben ik niet goed genoeg? Ik ben angstig gehecht vanuit mijn gezin van herkomst. Tot mijn 12e is dat redelijk goed gegaan. Maar daarna is er iets gebeurd in mijn jeugd. Dat is seksueel misbruik door mijn oom. Dat is gestopt omdat ik als kind open over ben geweest aan mijn ouders. Hè. Maar dat had nog erger uit de hand kunnen lopen. En dat is een beetje de angstige gehechtheid in mij, die denkt van ja, ik wil wel graag vertellen wat er in me omgaat, maar als jij dat niet aan kan, dan ben je straks weg. Dan ben je straks weg. En dan, ja, dus het niet goed genoeg zijn. Dus dat zijn denk ik wel momenten geweest binnen onze relatie. En in mijn vorige podcast heb ik jou een keer daar iets over verteld. Dat ik een keer verliefd ben geweest in mijn huwelijk. En gelukkig... Dat is trouwens de tweede best beluisterde podcast van mij. Ja. Maar gelukkig, omdat ik daar meteen mee dat ik dat niet voor mezelf heb gehouden, heeft dat ons alleen maar heel erg veel opgeleverd. He, dat was echt zo'n wake-up call. Dus je kan dus gewoon verliefd worden, terwijl je heel veel van de ander houdt. He, en als je dat... maar er is wel moed voor nodig. He, want dat is waar het altijd over gaat. En dat is een hele mooie uitspraak ooit van Martin Euwe, professor in Leuven, conflicthantering, als ik het goed heb, doet hij. En hij heeft een hele mooie uitspraak ooit op een congres van ons eerste boek, de Rouwconflict, dat ik met Marjol Uitslag heb geschreven. Had een hele mooie uitspraak. En dat was: het vermijden van het conflict staat de oplossing in de weg en draagt het verlies in zich. En dus wat ik net zei, onze grote angst is altijd van als ik zeg wat ik denk en wat ik voel. Ben ik dan nog wel leuk en goed genoeg en verlaat jij mij niet? Dus we zijn misschien wel ons hele leven bezig om te zorgen dat we onze relatie niet verliezen door onze kwetsbaarheid niet te tonen. En de tragiek is dat de kans dat je je relatie verliest doordat je je kwetsbaarheid niet toont of het risico niet neemt, je juist de relatie kan gaan verliezen. Of je kan bijna zeggen, alle conflicten die je niet oplost, leiden uiteindelijk tot relatieverlies. Ja. Er staat de oplossing. Maar het risico is natuurlijk heel groot. Hè? Stel je voor dat ik met jou bevriend ben. En jij komt voor de derde keer te laat op onze afspraak. Ja, onze vriendschap is mij heel veel waard. En ja, ik heb ook mijn dingetjes en ik kan daar goed op reflecteren. En als ik dat met jou bespreek, dan loop ik de kans dat je zegt, ja, Tineke, wat maakt het nou uit? Ja, doe alsof jij allemaal zo perfect alles geregeld hebt. En dan ontstaat er toch een beetje een ingewikkeld moment tussen ons. En daar zit ik niet op te wachten. En misschien ben ik ook wel bang dat jij denkt, nou, toch niet zo leuk iemand als dat ik dacht. Ik ga een deurtje verder kijken. Maar de kans is ook aanwezig dat je zegt dat je tegen mij zou kunnen zeggen, wat fijn dat je me dat vertelt. Want dat klopt, dat is een zwakke kant van mij. Ik moet op tijd komen en ik ben blij dat je me dat zegt. Dat je me de moeite waard vindt om dat te zeggen. En dan krijgen we een wat echt. Maar gelijk de verdieping in. Ja, maar dat gebeurt niet. Nee, ja. En ik kom het in mijn praktijk ook ongelooflijk vaak tegen. Ik kom het ook bij vrienden tegen en ik herken het ook van mezelf. Dat het heel ingewikkeld kan zijn om precies dat achterste stukje van je tong te laten zien. Omdat je denkt inderdaad van, de angst voor afwijzing. En de angst om je partner te kwetsen. En de angst van de gevolgen van, maar dat heeft dan weer te maken met die angst voor afwijzing. Waardoor je denkt van, oké, ga ik dit zeggen, ga ik dit niet zeggen? Hoe gaat hij erop reageren?
Nee, misschien kan ik het maar beter niet zeggen. Ja, en dan gebeurt er iets oogschijnlijk kleins en dan klapt de hele boel. En dan, dat is de belangrijke vraag ook in met de schipaanpak, dat wij zeggen, vragen, waar is de relatie gaan schuiven? Wat was nou het eerste moment dat je dacht van, niet zo fijn, niet zo leuk. En wat heb je ermee gedaan? En als je er niks mee gedaan hebt, waarom? Wat maakt dat je er niks mee hebt gedaan? En als je er wel wat mee hebt gedaan, wat heb je ermee gedaan? En wat was het effect? En wist die ander dat? En zelden benoemen mensen op hetzelfde moment dezelfde situatie. En ik denk wel eens, hè, als je het toch hebt over liefde. Hè, liefde kan ook zijn, zeg maar, dat je op de cruciale momenten in je leven het risico durft te nemen om de ander mee te nemen in jouw twijfel of in jouw worsteling, in jouw onmacht om de ander te bereiken en die stap te nemen. Hè? Hoe vaak missen wij, zeg maar, elkaar niet omdat we bang zijn de ander te kwetsen? Hè? Dat zeggen we dan, ja, ik ben bang de ander te kwetsen. En hoe vaak gebeurt het niet dat we denken, ook dat doen we ook als mensen in rouw zitten, dat we uit respect roepen dan voor de ander maar later, voor wat het is. Terwijl het misschien veel respectvoller is om het risico te nemen als ik naar jou toe ga en zeg, kan ik wat voor je doen, dat jij mij zegt, nou liever niet. Dat is een groot risico. En dan, maar we beschermen onszelf. We beschermen onszelf voor de angst voor afwijzing. En ja, ik vind dat als ik, je had dus weer vroeg aan mij, wat zijn nou belangrijke lessen in jouw leven? Hè? Als het over liefde gaat. Heel lang over na te denken. Denk ik, wat is nou voor mij een belangrijke les? En misschien is de belangrijkste les voor mij dat je hebt een conflict met iemand of je loopt erin vast en je weet zeker, ik ben er klaar mee. Hè? Dus ik doe het niet meer. En dat je dan op een klein moment, dat had je van tevoren nog niet kunnen bedenken, opeens een stap neemt over je eigen schaduw richting die ander, om die ander toch te proberen het weer opnieuw te bereiken. En dat je als je dat kunt voelen en dat risico durft te nemen, ja, dan ontstaan er gewoon hele mooie. Dan komt de groei. Ja, dan ontstaat de groei. En van wie heb jij die les gekregen? Ja, van mezelf. Ja, dat klinkt wel een beetje arrogant. Maar in relatie tot iemand, naar alle waarschijnlijkheid. Van, dat je gemerkt hebt van, nou, die mevrouw, die vriendin of die persoon, die, daar dacht ik eigenlijk dat ik klaar mee was. Maar toen zijn we toch weer in contact gekomen. Of ik heb die stap genomen, ik heb die stap gemaakt. En toen bleek dat er toch wel ineens nog een hele nieuwe wereld was. Nou, daar heb ik ook veel voorbeelden van. Dat ik het op een gegeven moment dacht, ik laat dat niet uit mijn handen glijden. Dat is, ik neem het risico dat die ander zegt, ja, maar ik wil niet meer verder met jou. Of ik heb het gehad. Nee, ik denk dan aan mijn moeder. Ik heb een hele lastige relatie gehad met mijn ouders. Mijn leven lang. En maar ja, toen werd mijn moeder werd ziek en mijn moeder kreeg corona, daar is eigenlijk ook aan overleden. En ik had al een tijd geen contact met mijn zusjes. En toen belde mijn zusje, appte en zei, mama heeft corona en het gaat er naar uitzien dat ze gaat overlijden. Wat wil je? Ik ga nu naar haar toe. Wil je met me meerijden? Ga je alleen of wil je helemaal niet? En opeens hoorde ik mezelf zeggen, ik kom naar je toe. En ik liep de tuin in. Piet was buiten bezig. En ik zei, ik ga naar mijn moeder. Ik ga met Marianne. Had ik al 2-3 jaar niet gesproken door die hele kwestie. Want dat doet seksueel misbruik. Hè? Je splijt hele gezinnen uit elkaar. En ik had me dat een kwartier van tevoren, als je het mij had gevraagd, dan had ik gedacht, maar dat ga ik niet doen. Misschien wel naar mijn moeder, maar ik ga niet met mijn zusje. En we zaten in de auto en alles viel weg. En toen dacht ik, en nog steeds ben ik zo blij dat ik die,
dat ik mijn dat ik dat gewoon dat dat contact met mezelf er dusdanig was dat ik die stap kon nemen. Dat ik intuïtief voelde, dat moet ik gewoon doen. Over je eigen schaduw heen stappen. En zie maar waar je uitkomt. Hè? Ja, een mooi voorbeeld ook. Ja, dat is een mooi voorbeeld. Mm. Ja. En ik ben nog steeds zo blij dat ik die laatste... Ik heb zelf bij mijn moeder gewaakt toen ze zo toen ze aan het sterven was. Helemaal ingepakt in het plastic en met handschoenen aan. En dan zat ik midden in de nacht en bij mijn stervende moeder. En ik voelde, en dat was een goed gevoel. Maar daardoorheen kwam dat gevoel van... wat had ik er graag voor je willen zijn? Wat had ik die dochter willen zijn die ik in mij heb? Die liefdevolle, betrokken dochter. Maar doordat jullie mij nooit erkenning hebben gegeven over datgene wat mij is overkomen, maar waar jullie niet goed op hebben acteerd, wat het ontkend hebben dat het gebeurd is, want dat is wat er gebeurde binnen ons gezin, heb ik niet de kans gekregen om die liefdevolle dochter te zijn. Ja? Dus liefde die niet geadresseerd kan worden. Omdat die erkenning er niet... Mijn moeder, ik had zo graag gewild dat mijn ouders één keer hadden gezegd... Dat hebben wij niet goed gedaan. Ja, dat had je nodig gehad. Dat had ik nodig gehad. En dan had je kunnen gaan. Had je kunnen gaan, ja. En maar, dat is precies, denk ik, ook wat we heel vaak in de praktijk tegenkomen. En wat ik ook vanuit eigen ervaring kan vertellen. En jij wellicht ook met discussies met Piet... En dat ik het zo vaak zie, dat om te kunnen gaan heb je soms maar een heel klein woordje nodig van de ander. Ja. En dan kan je een hele route samen verder doormaken. En het hoeft maar een heel klein woordje te zijn, een heel klein gebaar, een blik. Maar er is iets nodig waar je dan behoefte aan hebt. En als dat er is... Dat klopt. Maar het is wel zo dat als je zelf, als therapeut... Hè, moet je toch wel een heel goed contact hebben met jezelf. Want iets wat je zelf niet kan of hebt ervaren... niet dat je alle problematieken van je cliënten moet meegemaakt... het zou geen doen zijn. Maar als je zelf ervaart wat het betekent om die stap te maken... Kun je het veel beter proberen te faciliteren bij je cliënten. Hè? Want anders dan lukt dat niet. En ik vind het altijd bijzonder als ik daar een bijdrage in kan leveren. Omdat exact. Het eigenlijk zo voorradig ligt. Het is zo simpel. Van doe het maar. Ga het maar gewoon doen. Kijk maar waar je uitkomt. Wat kan je gebeuren? Hè? Blijf jezelf trouw in wat je dicht bij jezelf kunt zijn. En dat, ik vind dat heel fijn, dat gevoel van dat ik op een cruciaal moment in mijn leven denk dan dat ik het goede ga doen. Dat het wel goed komt. Ja, en want het is ook zo, hè, met de schip ben je natuurlijk heel vaak bezig met mensen in, nou laten we het op z'n zacht zeggen, in discussie met elkaar. En als je dan terugkijkt, waar ben je elkaar verloren? Waar is het op de helling gegaan? Dan hebben mensen het eigenlijk wel vaak al aangegeven. Ze hebben alleen de betekenis daar aangegeven, zoals de ander het bedoeld heeft. Hè. Dus dat dan al heel vaak van, ja, maar ik heb je toch gezegd. Oh ja, maar ik wist niet dat je er zoveel last van had. En dat dan ook blijkt uiteindelijk dat de liefde niet op is, maar dat het gedoe te heftig is. De meeste mensen gaan uit elkaar omdat ze elkaar uit moedeloosheid zijn kwijtgeraakt. En niet meer weten hoe ze de bocht terug moeten nemen. Dat ze de woorden niet meer kunnen vinden. En dan kun je natuurlijk als therapeut een hele mooie... Kun je dat wat zich zeg maar op onbewust niveau laat zien. Om die vertaalslag te maken. En om daar ook iets gezamenlijks van te maken. Dus jullie hebben jullie beide dus eenzaam gevoeld. Precies, hè? En niet gehoord. Niet erkend. Hoe is het om dit te horen? Ja? En dan, dat is een emotioneel moment. Hè? En ook fijn om te horen dat die ander zich eigenlijk net zo eenzaam en
uit contact heeft gevoeld als dat jij dat hebt gevoeld. Precies, ja. En het is natuurlijk heel vaak zo niet altijd, als een van de twee zich eenzaam heeft gevoeld en alleen en onbegrepen, dat de ander dat ook heeft. Ja, nou ja, je beleeft jezelf over het algemeen vanuit jezelf. Je denkt, ik ben de enige. En als je dat conflict maar uit de weg gaat en alsmaar probeert dat die universele behoefte om gehoord en gezien te worden, die komt er vervormd uit in de vorm van verwijten en boosheid. En als je daaronder kan kijken, als je bij die kwetsbare kant kan, bij de verlangens en de behoeftes terecht kan komen bij mensen, krijg je een heel ander gesprek. Precies. Maar dat redden mensen al lang niet meer als ze met elkaar... Kunnen ze elkaar niet meer horen. Want het is heel onveilig geworden. En om het achteruit van je tong te laten zien, dan moet het veilig zijn. Anders dan neem je het risico niet om weer beschadigd te worden. Precies. Het is vaak als mensen zeggen van, ik wil je nooit meer zien, doelen ze eigenlijk, ik wil niet meer gekwetst worden. Of ik ben er helemaal klaar mee. Ja, en als wij vrouwen zeggen, ik wil je nooit meer zien, dan betekent het eigenlijk van, ja, kom terug, ik wil een knuffel kunnen omhelzen. Ja. Ik wil van alles van je. Maar het is een soort van test. Wij vrouwen zijn daarin wel moeilijk te begrijpen voor mannen soms. Dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar als ik dan mensen hoor, kijk naar dat programma... Lang leven de liefde? Nee, oh. Ja, dus ik kan zo zeggen, ik ben er klaar mee. Ja, en ik wil, en even later als je dan vraagt, van, maar mis je dan je zus niet? Of mis je dan je dan komende... Ja, natuurlijk mis ik, maar ik wil niet meer, willen niet meer gekwetst worden. En maar met je relaties of met je familie ben je nooit klaar. Dat je kunt niet van je familie scheiden. Dat is een band voor de rest van je leven. Wat je hoort natuurlijk ontzettend vaak dat er families gebrouilleerd zijn. En inderdaad, hè, wat jij zei van incest of maar van de laatste periode, is dat er families gespleten zijn om het hele corona-verhaal en de meningen van deze of geen. En dat, maar dat mensen zeggen, als ze geen contact meer hebben, van nou ja, ik mis mijn moeder niet. Het doet me niks. Kan je voor de luisteraar even uitleggen wat dat betekent en waarom je daar eigenlijk geen afstand kan nemen van je moeder? Nou ja, je familie, dat is een soort, dat is loyaliteit, hè? Dat is een zijnsloyaliteit. Dat is niet een vraag van of je dat bent, maar dat ben je. Je bent altijd loyaal, ook al heb je ouders die er een potje van maken. Ook al ben je misbruikt, ook al hebben je ouders je afgewezen. Het blijven altijd je ouders. Het is altijd die hang naar dat er van je wordt gehouden. En dat je wordt gezien in degene die je bent en dat je betekenis hebt. Dus je bent nooit klaar. Je kunt van je vrienden scheiden en van je partner kun je scheiden, maar van je gezin van herkomst, daar kun je nooit van loskomen. Het is niet voor niets dat mensen op hoge leeftijd nog steeds bezig zijn om die erkenning van die ouders te krijgen. Al had mijn moeder dat maar één keer gezegd, of had mijn vader maar één keer, dat soort, wat had ik dat fijn gevonden. Ja, en als je het niet van je ouders krijgt, dan ga je het uiteindelijk, hè, als je daarmee broeieert, dan ga je het bij anderen zoeken. Nee, je schuift dat wat je niet hebt gekregen aan waardering en aan betekenisvol zijn. Dat als je dat niet krijgt van je ouders, betekent dat niet dat die behoefte verdwijnt. Die schuif je als het ware door naar de eerstvolgende identificatiefiguur. Dat is dan je partner. Maar je partner is je partner. Je partner is niet je ouders. Dus je hebt iets op te lossen op het niveau, op een ander niveau. Anders dan kun je nooit een volwassen relatie aangaan. En dat is natuurlijk een... Maar niet altijd lukt het. Niet altijd lukt het om met je ouders mee rond te komen. En soms krijg je het nooit. Daar zul je iets mee moeten doen om de weg vrij te maken naar je partner. Ja, en om de stenen op te rapen, zodat je kinderen er niet overvallen. Ja. Want wat ik wel heel vaak zie, is dat als een kind broeiert met de ouder, en dat kind is dan een volwassen iemand, dat daar weer het kind van
Ja, dat je een herhaling ziet van het patroon. Nou, je krijgt transgenerationele verlieslasten, hè, die je doorgeeft. Daar ben ik nog steeds heel blij dat ik aan het eind van de rit met mijn moeder weer contact heb gehad. Zodat, en dat deed ik ook voor de kinderen. Hè, bijvoorbeeld, mijn vader overleed een aantal jaar geleden. En ik dacht, ik ga niet naar die begrafenis toe. En dat is ongelooflijk voor mij, om, zeker vanuit mijn vak en professie. Wat ik vind dat je in principe altijd naar een begrafenis moet. En toen zeiden mijn kinderen, maar die ook geen goede relatie hadden met opa, maar wij gaan toch naar die begrafenis. En opeens hoorde ik mezelf zeggen, weer zo'n moment, ik zei, als jullie gaan, ga ik ook. En ik ging. En ik deed dat ook maar dat had ik niet eens bedacht, rationeel. Het was niet eens bedenksel, het was een gewoon heel primair gevoel. Daarmee heb ik de weg vrijgemaakt voor de kinderen om, toen mijn vader overleed, in ieder geval met mijn moeder, waar ik geen contact mee had, maar mijn moeder contact te hebben. Ik deed het voor mijn kinderen. En daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Dat mijn kinderen gewoon gezegd, ik ben bij oma geweest. En dat ik zeg, was het leuk bij oma? Of, hè, terwijl het ook heel erg lastig was voor die kinderen om... om daartussen te zitten. Om een moeder te zien die door die door de die heel veel verdriet had voor datgene wat, wat de ouders niet goed hebben gedaan in mijn jeugd. Precies, ja. Ja. Dus... een hoop rouw en je hebt je daar uiteindelijk je vak van gemaakt? Nou ja, ik kon ook niet anders dan het enige wat mij... Het enige wat mij eigenlijk interesseert in het leven is... hoe gaan mensen om met leed, met ellende, met veranderingen in het leven... die ze niet zelf hebben gezocht, maar die wel op een pad is gekomen. Wat je aangedaan wordt soms? Hoe verhouden mensen zich? Hoe komen jullie mensen bij hun veerkracht? Vertel me je verhaal. Hoe heb je dat gedaan? Wat was er voor nodig? En ik ben... ja, een gevolg daarvan is natuurlijk ook... relaties. Hè? Waarom lukt het de een wel en de ander niet om een relatie vorm te geven? En wat is dat dan, een goede relatie? En wie bepaalt wat een goede relatie is? En dat kan natuurlijk voor iedereen verschillend zijn. En hoe belangrijk het is om een goede relatie te hebben, omdat ja, een goede relatie is de buffer voor alle andere ellende die wij in ons leven op ons dak krijgen. Hè? En ja, dat vind ik fascinerend. Maar niet alleen maar liefdesrelaties hoor, ook vriendschappelijke relaties en relaties op de werkvloer. Ja, vind ik interessant. En als je nou kijkt hè, op, jullie hebben hier gezellig gegeten, jij en Piet. En dus we hebben het al over het een en ander gehad. En ik vertelde jullie van nou, ik ben nu 58 en ik moet nog niet denken aan de dood. Ik heb nog zoveel wat ik wil, twee kleine kleinkinderen en ik heb het vage vermoeden dat er nog meer komen. En ik wil zelf nog veel te veel. Ik denk dat ik afscheid nemen van het leven echt ongelooflijk ingewikkeld ga vinden. Denk ik nu. Hè? Misschien denk ik daar over 30 jaar anders over. Hoe kijk jij daarnaar? Mijn angst voor de dood, die zal er denk ik altijd blijven tot de laatste minuut. Maar omdat ik er zo intensief mee bezig ben en op zoek ben gegaan en gekeken heb van hoe doen anderen die mij voor zijn gegaan dat. Ik denk steeds vaker, mijn beste vriendin Marie-Louise is 15 jaar geleden overleden. En toen dacht ik, als zij het kan, zij hield zo van het leven, dan kan ik het tegen die tijd ook wel. Dan bedenk ik er wel wat op. Ja. En, zoals wat? Dat het goed is of dat het... dat ik er... Nou ja, dan denk ik, als ik er maar zo... Het enige wat wij hier kunnen doen op deze wereld is er maar zo goed mogelijk proberen te zijn. Dat probeer ik. Elke dag de slingers ophangen? Nou ja, ook verdrietig zijn. Nee, niet vooral. Want het is een worsteling, het leven. En zeker mate je ouder wordt, je krijgt iets meer gedoe in je lijf. En gaan mensen om je heen, krijgen allerlei vervelende dingen of gaan dood. Maar het leert mij heel erg om... er maar zo goed mogelijk te zijn, zo authentiek mogelijk. En proberen zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. In mijn grootheid, maar ook in mijn klein zijn. En
vooral het delen van mijn worsteling. Dus hoe doe jij dat? En zoiets een beetje. Ik vind het onverteerbaar, hoor, dat we doodgaan en dat er een eind komt aan maar misschien is het ook wel goed dat er een eind komt aan het leven en dat het een keer klaar is. Mm-hmm. Dat kan ik ook wel eens denken. Nou, god, nog hoeveel kerst moet ik nog, mag ik nog meemaken? En als ik morgen zou overlijden, dan heb ik in ieder geval een schone lei of zo. Geloof je in iets na de dood? Nou, nee, daar geloof ik niet in. Maar wat ik wel geloof in dat ik, ik zei net dat ik er geprobeerd heb zo goed mogelijk te zijn. Ik heb me laten zien. Ik heb me laten kennen. Ik heb me laten. Ik ben er geweest zoals ik ben. En ik hoop dat ik voor heel veel mensen een voorbeeld ben geweest. Of dat het helpt dat ik je heb kunnen vertellen. Vertel het me maar. Zeg het maar, joh. Schaam je maar niet. Wees maar klein. Laat het maar zien. Het komt wel goed. Ja. Nou, de vraag die ik je niet gesteld heb van hoe wil je dat mensen je gaan herinneren dan na jouw dood, daar heb je nu wel antwoord op gegeven. Ja, ja zeker. Want ik denk dat je daarbij hetzelfde antwoord zou geven. Ja, doe het maar. Wees maar niet bang. Ja. Je kunt het gewoon zeggen. En dan is het lekker. Dan is het gezegd. Dan krijgt het lucht. En wat jij denkt en voelt. Voel ik misschien ook. Of zeer waarschijnlijk ook. En dus je bent niet alleen in je worsteling. In het leven. Doe het maar. Welke muziek zou je willen dat er gedraaid zou worden? Heb je daar... Ja, dus ik zeg natuurlijk zoveel mooie muziek. En opeens dacht ik, toen je mij die vraag stelde, dacht ik, ik weet het. Dat is When I'm Late in Earth. Dat is van de kameraopera Dido en Aeneas van de Engelse componist Henri Purcell. En dat is eigenlijk qua muziek zo ontzettend mooi, hartstochtelijk, meeslepend. Wat die tekst eigenlijk zegt, ik vergeet me niet. Hè? Want als je me vergeet bent, als ik straks daar lig, als ik dood ben en in de groeven lig, vergeet me niet, want dan zou mijn leven geen betekenis hebben gehad. Hè? Maar laat me maar los. En toen, ik was er dan een beetje aan het zoeken op internet. En toen kwam ik tegen dat Jan Rot heeft daar zijn eigen tekst op gemaakt. Die is echt een aanrader. Met die prachtige, een beetje krakkerige stem van hem. En die, zijn tekst is, en ik heb het even opgeschreven. Ja, ga je gang. Die zegt, en als ik straks dood ben, dans jij dan een keer op mijn graf. Dankbaar dans je op mijn graf. Niet huilen, ik heb geleefd. Als ik straks dood ben, leef jij dan alsjeblieft voor twee. Neem mij in je leven mee. Geen wanhoop. Ik leef met je mee. Denk aan mij. Denk vaak aan mij. Maar alsjeblieft geen bloemen en geen rouw. Denk vaak aan mij. Maar alsjeblieft onthoud. Ik leef door in jou. Ja, dat is natuurlijk een prachtig tekst voor iemand die de dood in de ogen kijkt. Ja, wanneer heeft hij dat geschreven? Toen hij ook al ziek was? Ja, dat was vlak voordat hij overleden is. Ja, ik heb er kippenvel van. Ja, dus zo. En dan die prachtige muziek, hè? Remember me, remember. Het is heel moeilijk, want ik hou van zingen. Ik probeer het wel eens na te zingen. Ik kan het dan net niet bij, heel irritant. In mijn hoofd zing ik dat heel vaak. Dat is een prachtige... Meer kun je niet doen dan er maar zo goed mogelijk proberen te zijn voor die ander. En risico's durven te nemen. Dat je op je bek gaat en dat je teleurgesteld bent. Of dat je niet krijgt wat je had gedacht dat je verdiend had. Weet je, dat soort... Hè? Doe het maar. Ja. Dat je dus aan het eind van de rit, als je dan misgesteld bent voor, dat je dat. Dus ik hoop, als ik maar. Ik heb er niks over te zeggen. Maar een onverwachte dood zou voor mij heel erg zijn. Ja? Ik heb mijn geboorte al niet bewust meegemaakt. Dus ik hoop dat ik de kans krijg om afscheid te nemen. En het lijkt me zo mooi als je dan het gevoel hebt van: ik heb niks laten liggen. Ik heb het leven ten volle geleefd. Ja. Dat lijkt me zo heel, heel erg. Dat je denkt,
En ik moet wel denken aan ooit die man die zit bij zijn een cliënt, maar die zit bij zijn sterfbed van zijn vader. En dan doet die man, die sluit zijn laatste adem uit. Even een slokje water. Ja, dat kan allemaal. Er staat er alweer een bloemenvaas vol met water voor mijn neus, dus die moet op. En dan blaast die man zijn laatste adem uit. En dan zegt je moeder, ach jongen, je vader hield zoveel van je. En de jongen zei, had hij het maar één keer gezegd. Mm. En dat is een beetje hè, in een nutshell van, zeg het maar. Ja, zeg het maar. Precies dat. En zie wel wat er gebeurt, ja. Ja. En Tineke, we gaan even over naar een boek. Je hebt ook een boek meegenomen. Ja. Ja. Ja, dat is het boek van, ja, dat zou je natuurlijk helemaal niet verbazen. Het thema seksueel misbruik. Hè, en er is natuurlijk de laatste jaren gelukkig veel meer aandacht voor. Of seksueel of grensoverschrijdend gedrag. Media staan er vol van. Prachtig boek van Griet op den Beek. Ik ben een ontzettende liefhebber van haar. Ze heeft een trilogie geschreven. Ja. Waarin zij deze belangrijke thematiek uitwerkt. En tot op het bot wil uitspitten. Het zijn drie boeken die zeg maar perfect als zonde te lezen zijn van elkaar. Vanuit drie verschillende perspectieven. Uit hetzelfde thema. En die telkens de ruimte krijgen vanuit die verschillende perspectieven, omdat sommige dingen gewoon niet simpel te vertellen zijn. Die moet je driedimensionaal belichten. En zij heeft heel veel kritiek gekregen. Ja, enorm. Hè? En ik leef er zo met haar mee, omdat ik ken dat gevoel. Op het moment dat je het opengooit, hè? Ik heb op een gegeven moment mijn oom, die inmiddels 283 is, ter verantwoording geroepen. Hij leeft nog? Hij leeft nog. Maar in de familie was dat natuurlijk, het was al zo lang geleden. En waarom wilde ik dat nou nog bespreken? En was het wel gebeurd? En had ik niet de te grote fantasie? Als ik je even mag onderbreken, ja. Want dat is een punt wat in de media ook heel vaak terugkomt. Het is al zo lang geleden. Ja. Alsof als dit je overkomt, dat je het gelijk kan gaan zeggen. Wat kan je hierover zeggen? Wat maakt dat je tijd nodig hebt om het überhaupt te durven zeggen? Dat is een hele mooie. Zij dat is Manon Uphoff heeft er ook over geschreven in het prachtige boek Vallen als ik vlieg. Als vallen is als vliegen. En zij komt op een gegeven moment in een crisis terecht, Manon Uphoff, een gerenommeerde schrijfster. Haar relatie hapert en dan overlijdt haar 16 jaar oudere halfzus. Die overlijdt, die valt van de trap, die is uitgedrogen, uitgehoord. En opeens zegt ze, beseft ze, dit verhaal moet verteld worden. Hè? En nergens in het boek gaat het over seksueel, wordt het woord seksueel misbruik genoemd. Hè? Maar overal is die beklemmende, dat beklemmende gevoel van wegkijken, wegkruipen, door alle omstanders om dat misbruik heen beschreven. Je krijgt er benauwd van. Hè? En dan een heel klein citaat uit haar boek. Hè? Een vijfjarige doet een handstand. Een flodderig wit ondergoed wordt zichtbaar. Twee ogen beginnen te glanzen en de stem zegt schor. Zo, die kleine is al heel geraffineerd. Ja? Nergens wordt het benoemd. Het gaat over haar vader. Hè? De narigheid doet je keel dichtknijpen, doet je slikken, je wordt helemaal beroerd van. En dan die ambivalentie die ze beschrijft, die vader, die enerzijds de misbruiker, meedogenloze misbruiker. Het was niet mis wat er allemaal gebeurde. En aan de andere kant was die vader ook iemand die haar wegwijs maakte in de literatuur en de kunsten. Een vader die zijn kennis bijbracht. Een vader om naar op te kijken. En ze zegt, en dan krijgt ze de vraag, waarom, als we terugkomen op jouw vraag, waarom heb je niet eerder over dit misbruik kunnen schrijven? En dan zegt ze iets, en misschien moet je het een paar keer lezen of terug horen om te begrijpen wat de impact is van wat ze zegt. Ze zegt, het verhaal waarin je zelf aanwezig bent lijkt altijd het waarachtigst en tegelijkertijd
heeft het in onze eigen ogen het minst weg van een werkelijk verhaal. He, dat is die schaamte. Dus je bijna denkt, was het wel waar? Of, en je realiseert op het moment dat je daarna met buiten komt, he, dat het slachtoffer de dader is en de dader wordt beschermd. He. Dat is natuurlijk. En in mijn situatie, maar voor de duidelijkheid, voor de kijkers, mag ik zeggen. Voor de luisteraars. Mijn misbruik is gestopt omdat ik als kind van 13, want die oom die woonde bij ons in huis, dat was een broer van mijn moeder, omdat ik daarmee naar mijn ouders toe ben gegaan. Maar als ik niet zo'n extravert kind was geweest, maar dan was het finaal uit de hand lopen. En mijn grote tragiek zit, ik wil het niet bagatelliseren, dat zou te makkelijk zijn wat er is gebeurd. Maar dat is voor deze uitzending niet zo interessant. Maar wat wel interessant is, dat mijn ouders deze man gewoon in huis hebben gelaten. Nog in anderhalf jaar nadat ik het verteld heb, dat ze hem nooit hebben aangesproken. Mijn ouders die waren geen domme mensen. Mijn vader was ouderling in de kerk en die was van alles. In maatschappelijke functies in het dorp waar ik woonde. Ze hebben die man gewoon in huis gelaten. Ze hebben ons, mijn zusje, bij mijn zusje is dat ook gebeurd. Ze hebben ons opgeofferd aan hun eigen schaamte. En vanaf dat moment is het tussen mijn vader en mij fout gegaan. Ik denk dat mijn moeder, die was helemaal over de toeren. Die hysterisch. Ze vond het al zo erg. Die boer die had al jong zijn moeder overleden. En mijn vader was niet krachtig genoeg om hem eruit te zetten. Maar van dat moment af was ik de vlees geworden schaamte in het gezin. Want ik was een heel open kind. Een emotioneel kind. Een kind, een verbaal kind. Een slim kind. Maar mijn ouders, mijn vader, die kon dat niet verdragen. Dus als ik te pittig uit de hoek kwam, dan werd het afgestraft en niet zo zuinig ook. De confrontatie met mij dagelijks in dat gezin was voor hem de confrontatie met zijn eigen lafheid en slapheid om die oom niet buiten de deur te zetten. En ik heb en daarna is er nooit meer over gesproken. Dat is een heel verhaal, dat is niet aan de orde. Maar het wegkijken... En het er niet meer over hebben, denk ik. En dat is misschien mijn grote drijfveer in mijn leven geweest. En misschien was ik al zo gebakken, hè? Want dan zou ik als kind natuurlijk nooit bij mijn ouders dit verhaal hebben verteld. Hè? In plaats van dat mijn ouders mij daar om hebben geprezen. Wat fijn kind dat je ons dat hebt verteld. Wat goed van je, ja. Werd het als een soort, het was verschrikkelijk wat ik had gedaan. Ik had ook daarna heb ik ook de hele familie ten schande gebracht. De impact van seksueel misbruik binnen gezinnen is zulke vele malen groter. En ik kom natuurlijk in mijn werk dagelijks mensen tegen die ook in de schip aanpakken met mensen die pas in mijn behandelkamer. Durven te vertellen aan hun partner dat ze seksueel zijn misbruikt. Omdat de angst voor niet geloofd te worden, de angst van dat je het misschien ook wel naar gemaakt hebt, alles wat je kan bedenken, hè, en het wegstoppen en het bagatelliseren. Maar het gaat wel, het is wel een, loopt ook parallel met je mee. Het heeft mij nooit in mijn seksualiteit geremd. Hè. Maar omdat het gestopt is. Maar ik heb veel meer last gehad van het wegkijken of het, hè, van mijn ouders dan van dat hele misbruik aan zich. Dat wilde ik je nou net vragen. Van wat was het grootste effect geweest op jouw leven door deze misbruik? En dan daarna zei je, want ik wilde jou die vraag stellen. En daarna zei je zelf van het heeft niet effect gehad op mijn seksuele leven. Dus het grootste effect was op de familiebanden. Ja. Nou nee, dat was het. Dat angstige. Want als, ja, je bent pas 12 of 13. En dan je woont nou eenmaal in dat gezin. En je voelt dat het is een complete afwijzing. En
Als kind wil je dat er van je wordt gehouden. Dus je gaat... Ik ging mijn best doen om vooral lief te zijn. En dat er wel van mij werd gehouden. Ja, dus, nadat je het verteld had. Ja. En hoe lang heb je... Ik kon het niet meer goed doen. Ik kon het niet meer... Nee, hoe lang heb je nog thuis gewoond? Tot mijn 19e, denk ik. Toen ben ik het huis uitgezet door mijn vader, ja. Ja. Dat was natuurlijk ook geen feestje. Dat was ook geen feestje, nee. Ik ben eruit gezet. Wat ik gewoon het meest ideale, leuke kind was dat je me kan voorstellen. Maar ik werd te veel van mijn vader. Ik moest vooral weg. Ja. Weg, hè? Door dat stukje wat je zei, die schaamte, ja. Die confrontatie, ja. Die hij had met zichzelf. Ja. Maar het heeft me nooit weerhouden van om... Dat vind ik bijzonder ook. Het is natuurlijk ook... Ja, daar ben ik mijn eigen karakter dankbaar voor. Dat is niet waar ik iets in gedaan heb. Dat heb ik ook maar meegekregen in mijn persoonlijkheidsstructuur. Dat ik me er nooit van heeft weerhouden om bij mezelf, vanuit mezelf te... Ja, om wat mee te doen. Ik leg het niet zo goed uit. Snap je wat ik bedoel? Het heeft me nooit van weerhouden om te worden wie ik was. Nee. Ja. En van welke drive heb je daarvoor? Dus zonder je ouders die stonden te juichen of die trots waren of die dat uitspraken. Wat is jouw drive om tot op de dag van vandaag, 72 jaar jong, om open te staan voor anderen, om hiermee bezig te zijn, om trainingen te geven? Je hebt twee boeken gepubliceerd. Als ik in dit gesprek denk ik, nou, dat derde boek moet er ook gaan komen, maar dat is jouw verhaal. Ja, nou, er staat natuurlijk al wat van op papier. Dat zou je niet verbazen. Ja, maar dat is natuurlijk ook. Het is net als Manon Uppel zegt. Van, daar moet je dus kennelijk eerst wat ouder voor zijn en wat meer afstand van kunnen nemen. Om de storm die dat oplevert. En ik ben helemaal niet uniek erin, want dan. Welke vrouw is niet misbruikt? Hè? Ik heb natuurlijk ook altijd les gegeven op de Hogeschool Utrecht. Hè, modules als seksuele overleden naar seksueel geweld. Dat waren allemaal mijn modules. Ik gaf altijd van die emotiemodules, psychosomatiek, verlieskunde. Het waren allemaal mijn modules. Dus ik heb er. Dus je hebt jezelf ook wel behoorlijk begeleid. En geheeld. Ja, ook vanuit vrouwenbewegingen. Ik ben heel actief geweest in vrouwenbewegingen. Ik met spandoeken gelopen. En ik heeft mij ook heel veel gebracht. En mijn drijfveer is misschien wel... Mijn grootste drijfveer is waarschijnlijk, denk ik... Als ik erover nadenk. Je kan me niet gelukkiger maken om door te zeggen... dit heb ik nog nooit aan iemand verteld. Aan jou kan ik het wel toevertrouwen. Of het is bij jou in goede handen. Of bij jou durf ik het te laten zien. Jij hebt mij het laatste zetje gegeven. Nou, dat is gewoon... Want, weet je, dan kun je gewoon verder. Hè, wij noemen dat in de schipaanpak... de emotionele pijpleidingen moeten door worden geblazen. Gespoot. Maar je moet wel iemand hebben die je daarmee helpt. Want het risico is zo groot dat je moet maar afwachten of je wordt opgevangen aan de andere kant van de lijn. Maar die opluchting, als je het gewoon wel kunt, is zo bevrijdend. En als ik daar een bijdrage in kan leveren, nou, dan is mijn leven eigenlijk al wel geslaagd, denk ik. Ja. Nou, we gaan zo langzamerhand naar het einde van het uur. Nou. Dus ja, dat is eigenlijk een perfect laatste woord voor deze aflevering. Maar nog even als allerlaatste, Tineke. Welke vraag heb ik je niet gesteld en had je toch nog graag antwoord op willen geven? Ja, ik denk dat kunnen er gewoon een uur aan vastplakken. Dat is geen enkel probleem. Nou, dat had ik nog wel willen hebben. Gewoon over het fenomeen schaamte en wegkijken. He, en ik had dan misschien nog wel iets willen vertellen. Kan dat nog? Misschien... Ja, gooi er gewoon nog wat uit. Ja, laat hem gewoon aanstaan. De laatste tijd hebben we heel erg dat herstelrecht. He, die confrontatie daden slachtoffer in het strafrecht. He. En... hoe helend dat is, hè? Als je dat kunt. Hè? Dus je kunt wat er gebeurd is niet meer ongedaan maken. Maar als iemand die jou iets heeft aangedaan,
de verantwoordelijkheid kan nemen. Zeg, dat wat ik deed, dat klopte van geen kanten. Als ik het over kon doen, zou ik het overdoen, maar kan het niet meer overdoen. Ik heb jou daar heel erg schade mee berokkend. Punt. Ja? Eén zin, misschien kan het nog wel korter. Dat effect daarvan is zo dermate groot, dat kan niemand anders jou geven dan degene die jou dat heeft aangedaan. Dat kan geen therapeut tegen je zeggen, dat kan alleen maar degene zeggen die jou dat aangedane verlies heeft berokkend. En tegelijkertijd vinden we dat zo moeilijk. En dat verbaast mij. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat we dat niet tegen de ander kunnen zeggen? Dat wat ik deed klopte niet. Het spijt me ontzettend dat ik jou daarmee verdriet heb gedaan. Punt. De hele mitsen en de maren. Precies, hè? Want je bent heel krachtig in dit is een goed excuus. Vaak zie je excuses. Tenminste, ja, ik hoor vaak in mijn praktijk van ja, ik heb al 100 keer sorry gezegd als het gaat over ontrouw. Ja. En dan zeg ik ook altijd, ja, dan heb je het blijkbaar nog niet op de goede manier gezegd. Ja. Dan gaan we daarmee aan de slag. Ja. Want een goed excuus maken is hogere wiskunde in de taal. Ja, nou ja, de mitsen en de maren zouden we, hè, als zo'n man die jouw kind heeft doodgegeven omdat hij te veel heeft gedronken tegen de rechter zei, ja, zegt, ja, mevrouw of meneer de rechter, ik reed wel heel hard hoor, dat klopt, maar niet zo hard. Nou ja, je kunt het vergeten, ja. En ik weet van Marion Uitslag, met wie ik dat rouwconflict heb geschreven, die strafrecht mediator is, die kan daar zo, die zou je ook eens moeten vragen voor je uitzending, die kan er zo beeldend over vertellen, hoe helend dat is. Het is eigenlijk is het leven in dat opzicht helemaal niet zo moeilijk als we dat op school zouden leren. Zelfontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen, de beweging naar die ander maken, het goed maken, er voor de ander kunnen zijn. Dat zou de meeste, maar goed, we leven niet in die ideale wereld. Hè? Maar was het is, maar zoveel? Nee, het is ja. Tineke, ja, we zijn er. Ja. We hebben alweer een uur volgesproken. En nog zijn we eigenlijk niet klaar. Ik hang elke keer aan jouw lippen. Dank je ontzettend voor de hele reis naar Den Haag. Het was een waar genoegen. Gedaan. Als ik straks in de auto denk, ik, wat heb ik nu toch allemaal weer van zelfontwikkeling hier neergestort. Hè? Dat is ook, realiseer je dat goed. Ik praat makkelijk, dat heb je gemerkt. Maar zo vertellen over je eigen seksuele misbruik. Hè? Dan gaat altijd nog het luikje open. Ach, mijn zus dit hoort. Of nee, ja. Maar het moet. Het moet. Het moet. Het moet verteld worden. Dus ik heb geen spijt, maar ik denk wel oei. Oei. Ja. Ja, als je hem straks terug beluistert, misschien helemaal. Maar dit gaat live internet opgegaan. Het moet gewoon. We kunnen er niet meer in knippen. Ik wil je in ieder geval danken wel. Willen danken. En dank je wel voor je openheid. En jij voor de gelegenheid. Voor je komst. Ja, en dit is niet de laatste keer dat wij elkaar zien. Nee, je komt weer niet. Nog een keer na. Super, super, dank je wel. Nou, dank je wel. En voor de luisteraar, over 2 weken is er weer een Radio YouTube Live. En dan zijn Margarita Bernal en Jordi Vos mijn gasten. En dan gaan we het hebben over samengestelde gezinnen. En samengestelde gezinnen is zo'n beetje waar we met z'n allen naartoe gaan. Dat we ze steeds meer zien. Na de scheiding ontmoet je iemand. En in mijn tijd, toen dat mij gebeurde in de eind jaren 90... toen ik ging scheiden en later toen de vader van mijn kinderen overleed, toen was ik ook al iemand in een samengesteld gezin. Alleen dat woord bestond toen nog helemaal niet. En daar gaan we het volgende week over 2 weken over hebben. Voor vandaag, dankjewel voor het luisteren. Heb je een reactie naar Tineke toe? Tineke, waar kunnen mensen jou bereiken? Vind je dat prettig of gaat dat via mij? Doe maar via jou. Oké, dan kan je een berichtje sturen naar mij. Dat kan via info@youtubecoaching.nl of gewoon via info@vlammagazine.nl. Dan komt het ook bij mij terecht. Voor vandaag, dankjewel voor het luisteren en tot over 2 weken. Ja.
Misschien ja, dat kan ik weer gewoon...